We beginnen met Evelien. Die is in Landsmeer op weg naar een oud-gediende van Eigen Huis en Tuin. Presentatrice Fruikje de Bot. Fruikje heeft dit programma natuurlijk ook gepresenteerd en is tegenwoordig te zien bij de buren van RTL Woonmagazine. Ze woont hier met haar vriend Niek en dochter Emma. Hey. Nou, wat leuk! Lieverd. Ja, schat. Kom snel binnen, want het is ijskoud. Het is ook heel koud. Kom. Gezellig. Fruikje heeft haar huis zorgvuldig en met smaak ingericht. Ze houdt van kunst en bijzondere spullen. Echt mooi gedaan, Fruikje. Nou, dankjewel. En hoe lang woon je hier nu? Ik woon hier nu 3 jaar. Maar eigenlijk hoefde ik hier niet heel veel te doen aan het huis, want het is een redelijk nieuw huis. Ik voel me er thuis. Gaaf dit en al die kunst hier. Verzamel je dit? Nou ja, ik hou van dingen die persoonlijk zijn in mijn huis. Ja, bijvoorbeeld dit werkje. Dat is wel, dat betekent heel veel voor mij. Het is een pentekening van Anton Heijboer. Ik heb lief staat er en het is een moeder en een dochter. Het is heel bijzonder, want ik heb het gekregen van Petra Heijboer. Dus het is super persoonlijk. Hé, en die kast? Nou, die kast heb ik dus echt al, ik denk een jaartje of 20 of zo. En die gaat overal mee naartoe. Hij is lood en loodzwaar. Ik heb hem ook nog nooit zelf getild. 1 keer geprobeerd, maar dat liep niet goed af. Ja, dat liep niet goed af. Dat is klussen. Nee, dit is gewoon, die kast hoort gewoon bij mij. Ja, je hebt best een lekkere grote keuken, hè? Sta je veel? Prima. Nou ja, regelmatig. Ik moet natuurlijk sowieso elke avond koken. Omdat ik een kind heb, dus dan vind ik het lekker om vers te koken. Ik hou wel van koken. Ja, ik zie het, joh. Ja. Koken doet Fruikje dus graag, maar klussen is ondanks de liefde voor woonprogramma's nooit een hobby geworden. Nou, dit is where the magic happens, dus daar gaan we niet naar binnen, hè? Dus daar klus je wel? Ja, inderdaad, ja. Dit is eigenlijk de ruimte waar het om gaat. Dit was eigenlijk 1 hele grote ruimte hierboven op zolder. En ik had geen idee wat ik daarmee moest doen. Nee, super lekkere ruimte. Dus ik heb het gewoon ingedeeld in verschillende ruimtes, zodat er nu een vliering is en een washok. Maar zoals je ziet is het qua inspiratie opgehouden hierboven. Ja, maar wat zou je willen? Nou ja, er is al een bureau ingemaakt, dus de intentie was om hier een soort van kantoor of ergens waar ik kan gaan zitten werken. En omdat het nu zo ongezellig is, zit ik steeds beneden aan de keukentafel. Dus het zou leuk zijn als ik dat hier lekker kan doen, want het is hier heel lekker rustig. En het zou wel leuk zijn als Emma hier ook nog iets kan, dat ze bijvoorbeeld met haar vriendinnen een beetje kan chillen. En het zou ook wel fijn zijn, ja, ik heb een heel groot mensenpakket. Ga door, hoor. Ja, als bijvoorbeeld als er mensen blijven logeren, dat ze dan hier kunnen logeren op het slaapbankje of zo. Die staat nu een beetje heel onhandig op de overloop. Nou, dus een beetje multifunctionele kamer. Strap die mouwtjes maar op en omdat ik zo van klussen hou. Nee, daar hebben we natuurlijk al lang rekening mee gehouden. Thomas komt eraan. Terug naar Landsmeer, het huis van Fruikje de Bot. Zij heeft een ongezellige zolder waar ze meerdere functies in terug zou willen zien. De wanden zullen worden aangepakt en Thomas gaat de ruimte opdelen met een room divider. Dus jullie mogen die wand gaan schilderen? Ja. In een mooie kleur taupe. Nou, leuk. En wat ga jij doen dan? Taupe. Nou, ik ga het kunst worden. Behangen. Jij gaat behangen? Ja, schrik niet. Dit is hem. Oh, dat vind ik te gek. Of vind je mooi? Ja, te gek. Ik vind het wel heftig. Maar ja, ik hou van heftig. Ja. Well, let's go! Yes. De dames zien er professioneel uit, zo met hun overalls aan. En gaan vol goede moed aan de slag. Maar Thomas is natuurlijk een kritische leermeester. Lange haal, hè? Nee, serieus. Ja, er is er maar eentje goed genoeg. En dat is Thomas zelf natuurlijk. En mijn Beppe daar, mooi. Maar ik los het wel weer op. Gaat het, Thomas? Ja. Ja hoor. En nu die toch lekker bezig is, gaat hij gelijk verder met het behang aan de andere kant. Dit behang, dat is vinyl, maar dat heeft een papieren rug. Betekent dat ik wel de banen zelf in moet lijmen, niet de muur. Waarom? De papier gaat namelijk uitzetten als dat nat wordt. Ga ik dat op de muur doen, krijg je allemaal van die plooien wat niet mooi is. Nu kan het intrekken, plak je hem tegenaan, dan trekt hij helemaal mooi strak. Ja, en je wil wel dat het motief precies doorloopt. Het is wel belangrijk dat je een lijn hebt. Waterpost, die heb ik hier getekend. En daar vandaan ga ik dan werken. Anders gaat het een beetje scheef. Dan krijg je scheve flamingo's.
Hey. Hey. Hoe is het? Ja. Het is mooi, hè? Hij is tof, hè? Hoeveel zijn het er? Genoeg. Nee, het is echt gaaf. Ja, nou, een klein stukje, dan is die klaar, hè? Ja, dan ga ik alvast wat spullen halen. Ja, dat is goed. Toch? Ruim ik het even op. Ja. Kan het, hè? Oké, okay, mooi geworden al. Edimuur. Ja, hè? Ja. Ja, nee, zeker. Ja. Terug naar Landsmeer, naar de zolder van Fruikje de Bot. Wat gaat dit nou worden, hè? Geen lattenbodem, maar hij komt zo te staan, deze plek. Hier komt nog kurk, dus kan Fruikje allerlei dingen ophangen als er aan het bureautje zit. Belangrijke dingen. En aan deze kant, die blijft gewoon zo, die lakjes is gewoon voor de leuk. En hier tegenaan komt dan het bankje, de slaapbank. Dus dan verdeel je eigenlijk de ruimte in tweeën. Op de achterkant van de room divider schroeft Thomas platen. Die smeert hij in met lijm, zodat hij er kurk op kan plakken. Heb je meteen een prikbord. En dan is daar Evelien met de laatste accessoires. Hopelijk gaat vrouwtje het mooi vinden. Want haar kale zolder is toch echt wel even anders nu, hoor. Ja. Nou, mag ik naar binnen? Ja, of je gaat zitten. Ja. Nou, daar gaan we. Daar gaan we. Nou, is dit dezelfde kamer? Wat bizar. Wat leuk. Geweldig. Oh, wat gaaf. Dit is gewoon een soort mini huiskamertje. Wat een gek. Oh, en dit is echt helemaal een apart gedeelte. Wat leuk. Oh, cool, man. Nou, ja, ik heb het echt 100 keer gehoord, maar dit had ik zelf echt nooit kunnen bedenken. Ik heb het zelf zo vaak bij andere mensen gehoord, maar dat is echt zo. Oh, gezellig, maar ik vind dit ook zo leuk. Dit is tof, hè? Ja. Ja, die room divider is geweldig, man. Echt gaaf. Ik vind het echt helemaal te gek. Oh, super bedankt, oh, jullie allebei. Kom, we doen een trio-hug. Even kijken. Oké, ik denk.